de dichter des vaderlands, Tate Bruinje. X houdt de dagen bij. Op 28 december is het 6 jaar geleden dat de moeder van X is overleden. Volgens X leven ze niet hier, ze worden geleefd. Elke dag is hetzelfde, werken, eten, slapen. Buiten is het leven. X zit 27 jaar voor zijn delict en is nu in hoger beroep. Zijn vader, die in september 83 wordt, zou wel op bezoek willen komen. Volgens X is hij klein en zwaar van gewicht. Tel de hartoperatie van 7 jaar geleden en het risico op een coronabesmetting daarbij op, en daar gaat het familiebezoek. Oude hoeren en grappen maken. Over vrouwen en personeelsleden blijft over. Een beetje kijken en dan denken: die ziet er nog goed uit. Die is jong. Ikzelf is bijna 60. Ja. Goedenavond. Had nu niet gezegd. X heet de ik-persoon in dit gedicht. Ook in de andere gedichten in de bundel. Waarvoor staat die X? Wat is dat voor persoon? X is een TBS'er. Ja, daar ben je naartoe geweest. Ja, ik ben in Nijmegen en in Zeeland, het plaatsje Zeeland waar de longstay zit. Daar werd ik uitgenodigd om daar te komen praten met TBS'ers. En wat dacht je? Interessant. Dat wil ik doen? Ja, absoluut. Ja, ik ben sowieso slecht in nee zeggen. En dan belandt hij op de gekste plekken. Ik vond het een mooi project. Ik was wel benieuwd naar die mensen en hun verhalen. Want wat is dan de bedoeling? Ja, we nodigen je uit om met onze patiënten in gesprek te gaan. Ja. En dan? Wat gebeurde was dat ik dan daar kwam en dan hadden ze mensen voor mij uitgezocht. En dan ging ik 2 uren mee praten. En dan maakte ik op basis van die gesprekken, die gingen nooit over het delict, maar over hun leven en hun leven daar. Daar ging het om dat eigenlijk te vertellen naar de buitenwereld via een gedicht in dit geval. We spraken dan 2 uur en dan maakte ik aantekeningen in mijn boekje met de hand. En ik wilde zoveel mogelijk een eigen taal eigenlijk vatten. Dus het zijn geen ready-mades, maar ik noem het documentaire poëzie. Het is, ik heb niet gezegd van, ik loop binnen, zo omschrijvend. Ik wilde echt hen aan het woord laten. Dus ik heb geregisseerd eigenlijk. Wat zij zeiden, geregisseerd. En dit is puur uit interesse? Of waarom wilde je? Nee, ik werd gevraagd. Ja. Zij wilde me graag. Dus ik ben niet een snabbelaar, maar ik werk wel graag. Ik werk graag in opdracht, want dat levert maar ongewachte deze manier dingen. Van werken, doen dichters dat vaker? Dat, niet zozeer gevraagd worden, maar meer dat je met de persoon in gesprek gaat en dat ernaar uitwerkt? Mijn eerste betaalde opdracht viel ik in voor een dichter uit Groningen. En toen moest ik in begin jaren 90 naar Vlaardingen om op het huwelijk, volgens mij was het een 50-jarig huwelijk of zoiets. Of daar moest ik dan heel snel een rijmend gedicht maken op basis van die gegevens. Dus het komt wel vaker voor. Ja, ja, want Astronomie Perkin heeft ook wel eens zoiets gedaan bij de politie. Hè? Ja. Met hulpverleners praten. Ja, een soort embedded poëzie. Hè? Een soort journalistiek. Is het een trend aan het worden? Misschien nu. Nu ik het heb gedaan, ja. Nu wel. Ja. Nu wordt het een ongelofelijke hype natuurlijk. Maar je hebt een beeld bij een TBS-kliniek. Wat stelde jij je daarbij voor? Ik neem aan dat je daar niet eerder bent geweest al. Ik dacht aan hele gewelddadige mannen waarvoor ik een beetje op mijn hoede moest zijn. Maar dat waren mensen die ik heb gesproken, waren heel vriendelijk. Ja. En zachtaardig. Maar dit waren natuurlijk, die hadden ze daar zelf voor je geselecteerd natuurlijk. Die hadden ze geselecteerd. Ja, okay. Ja precies. Nee, maar het is die sfeer daar. Ik voelde me heel veilig daar. Dus ja. Ze heten allemaal X. Ja. Het is een bundel met een aantal gedichten erin. En waarom heb je ze allemaal X genoemd? Ja, ze moesten onherkenbaar zijn. Natuurlijk voor de mensen, voor de slachtoffers. En je wil ook niet bagatelliseren wat die mensen hebben gedaan natuurlijk. Dus ze moesten onherkenbaar zijn. En in eerste instantie had ik initialen gebruikt. En toen ontstond toch dat idee, ook omdat de instelling volgens mij, die had daar een soort vraagtekens bij. Toen dacht ik van, weet je wat, ik maak gewoon van iedereen hetzelfde. Dus ook het personeel wat erin zit, is ook X geworden. En als iemand anders tegenkomt, komt X tegen. Dus X praat ook over X, maar dat is iemand anders. Ja, ja. Ja. Geestelijk verzorger Marco Luik van de Pompenstichting is aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft de uitnodiging aan het CET gedaan. Waarom wilde u een dichter binnen hebben?
Ik werk graag met kunstprojecten, omdat dat ook een manier is om iets over het voetlicht te krijgen. En TBS is een bijzondere werkelijkheid, en helemaal de long stay, waar ik een heel kleine aanstelling heb. En dat is zo bijzonder dat ik dacht van, het is ook wel interessant om de dichter des vaderlands daarvoor uit te nodigen om eens met die man in gesprek te gaan en op basis daarvan gedichten te schrijven. En de missie van mijn kant is dat TBS'ers worden, ja, iedereen weet wat een TBS'er is. Daar zijn ook veel oordelen over. Maar als geestelijk verzorger maak ik mee dat ze soms al 30 jaar binnen zitten en behandeld worden. En dat ze ook mensen zijn. Ja. Mensen met wensen, verlangens, gevoeligheden. Er is wel iets misgegaan in hun leven. Ja. Maar het blijven ook mensen. En ik vind het belangrijk dat dat ook gezien wordt. En die hele TBS-wereld is wel een heel bijzondere wereld. En ik vond het aardig omdat dat daar eens een heel andere kijk op kwam. En ja, Tjeerd heeft ook precies gedaan wat ik had gehoopt. Met zijn taalgevoeligheid laat hij ook iets zien van hoe het leven daar is en hoe de mensen daar zijn. Laten we dan nog eens luisteren naar het zit. Kun jij X, weet het ook niet meer, lezen? Ik was iemand die ervoor gezorgd heeft dat ik hier terecht ben gekomen. Ik wil niet de indruk wekken dat het altijd aan de ander ligt. Ik was verslaafd, ik ben er 15 jaar vanaf. Ik ben geen leider, ik ben iemand die de schuld krijgt. Ik heb de naam gekregen dat ik een groep ontwricht, dat ik het team ontwricht. Ik vind het moeilijk om kwetsbaar te zijn. Ik ben bang dat ik overlopen word. Ik weet niet meer hoe ik met mensen om moet gaan. Ik vind dat het strafbaar gesteld moet worden wanneer iemand niet zegt hoe hij mij ervaart en daarmee de beeldvorming over mij beïnvloedt. Het lijkt erop dat je helemaal perfect moet zijn om geholpen te kunnen worden. Ik sta altijd 10-0 achter. Ik heb altijd gedacht dat ik die 10-0 zou kunnen inhalen. Ik ben blij dat iemand ziet dat er bij mij groei is ontstaan. Als ik alles zelf zou kunnen aanleren, zou ik hier niet zitten. Ja, meneer Luik, u heeft de gedichten gelezen. Ze zijn voorgelezen in de kliniek. Hoe komen ze aan bij de gedetineerden, bij de patiënt? Het zijn officieel geen gedetineerden. Ze zijn ter beschikking gesteld. De gedichten, ja, ze herkenden zich heel sterk in de taal die Tjeerd gebruikt. En dat komt ook omdat hij ook veel teruggeeft in die taal. Maar sommigen waren ontroerd ook om het terug te lezen, te horen. En anderen zeiden van, ja, dat is het precies. Dus dat was heel raak. Ja. Kwam heel goed over. Blijf je contact houden met de mannen die je daar gesproken hebt en één vrouw? Ik hoop in ieder geval een keer terug te mogen. Maar nu door corona kan ik er niet in. Dus ik hoop eigenlijk dat volgend jaar nog een keer terug te komen om de gedichten nog een keer met die mannen te bespreken. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja, dan zie je ook wat je... Ja, dan kan je ze teruggeven wat je hebt gehaald. Hè? Ja, nu hoor ik daar een stuk van. Maar dat is natuurlijk nu heel jammer dat je dat niet... Dus we hadden geluk van de zomer dat het kon. Dat ik zo echt gewoon live kon spreken. Dat is een kleine gelegenheid dat je daar even binnenkomt. Ja, dat levert maanden. Dus, ja. En dat levert dus deze bundel op. Het Zeet Brian was hier, de dichter des Vaderlands. Dank dat